oude situatie hadden wij twee strohokken met een drenkautomaat in combinatie met mechanische ventilatie. De kalveren die ondervonden veel longproblemen doordat we te hoge ammoniakfractie in de stal hadden. Daardoor moesten wij te veel kalveren behandelen voor longontsteking. Het effect van een luchtwegprobleem op kalveren is met name het deel groeiachterstand wat kalveren krijgen. Je ziet ook bij kalveren dat longschade is net als bij mensen als je een longontsteking gehad hebt. Longschade is blijvend, dus een stuk long wat afgestorven is, dat groeit niet eraan. En op latere leeftijd zal dat zich met name vertalen naar een lage productie in de lactaties van de dieren. In de oude situatie was het niet mogelijk om verder te verbouwen of te vernieuwen, waardoor we samen met Alpuro Breeding hebben bedacht om de kalveren buiten te huisvesten. Daarin is een stal ontworpen waarin plek is voor 30 tot 40 kalveren, die de nieuwe Flexistal XL is genoemd. We hebben de Flexistal XL ontworpen om fris, luchtig klimaat te krijgen. We zien met name in kalverstallen heel vaak het ammoniakgehalte, CO2-gehalte te hoog is. De Flexistal werkt met frisse lucht en dat werkt positief op het kalf. Nou, doordat we werken met gesloten afdeling, gesloten compartimenten in de Flexistal, werken we met het all-in-all-out systeem. Dus we houden koppeltjes kalveren bij elkaar, waardoor we besmettingsdruk met oudere kalveren op jongere dieren gewoon eigenlijk nagenoeg uitsluiten. Dus de infectiedruk binnen in een Flexistal in combinatie met de frisse lucht, die is gewoon fantastisch. Nou, op dit bedrijf hier bij Jasper hebben we gekozen voor het ontwerp zoals hij hier staat. Dus 5 afdelingen is voor hun bedrijf voldoende om het aantal kalveren wat ze jaarlijks aanhouden te kunnen bergen. Het voordeel van deze Flexistal is dat je hem eigenlijk zo luxe en zo mooi kunt bouwen als je wilt. Hier is gekozen voor een mestafvoer richting de put voor in de stal. Het andere voordeel voor een Flexistal is, mocht je in de toekomst hem uit willen breiden, dat je zo 2, 3, 4 afdelingen aan vast kunt plakken.